Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 22 november. Het is nu exact 10 uur in de ochtend. En we gaan kijken hoe we volgende week de markt een beetje kunnen inschatten. Ik denk dat het commentaar relatief kort blijft, want er is ten opzichte van vorige week eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. De markten zijn een beetje, ja, min of meer op zijn plaats gebleven. We zien dat hier links in de Dow, dan zien we de daggrafiek. Vrijdag, donderdag, woensdag, dinsdag en maandag. Dus waar ik een streepje zet hier, dit was de slotkoers van afgelopen week. Dus hier bij de pijl. Maandag gingen we omhoog. En we hebben die stijgingsdag werd eigenlijk woensdag bij die pijl weer ongedaan gemaakt. En wij sloten per saldo ietsjes lager. Maar het is allemaal niet zo. Ja, het heeft niet zo heel veel effect gehad. Kritieke niveaus zijn ook nog niet gebroken. De kritieke niveaus die. Dat loopt zeg maar hier nu bij die 28.800. Dus zolang we hierboven blijven, ja, is dit gewoon een normale correctie. Wat nu overigens wel opvalt, is dat de huidige dagcyclus die hier begonnen is, die telt nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dagen. Die duurt dus normaal gesproken, duurt die gemiddeld een dag of 19 à 20. En dat betekent dat we mogelijk in het begin van de aankomende week nog wat iets meer druk op de koersen zouden kunnen zien. Maar zoals gezegd, als wij zeg maar op slotbasis boven dit niveau blijven, zeg maar rond die 28.800, of wij sluiten er bijvoorbeeld onder en de dag daarna kom je meteen weer terug. Want hier loopt dus deze swing high en we zien hier de EMA 20, die vaak als steun fungeert. Als we daar zeg maar rond dat niveau boven blijven, dan kan in principe die koers daarna weer opveren. En dan gaat het mij benieuwen. Dus deze swing naar beneden, dat vind ik op zich niet zo heel interessant. Want de meeste toppen zie je pas in de swing daarna. Wat bedoel ik daarmee? We hebben een keer een uiteenzetting gehad over hoe de markt toppen en bodems laat zien. En nog heel even kort, er zijn vier varianten. Eén is de zogenaamde omgekeerde V. Dus stijl omhoog en dan stijl omlaag. Nou, dat zie je relatief weinig. En die zijn ook heel moeilijk te treden. Twee is een top naar beneden en dan een iets hoger top en dan naar beneden. Dus die zogenaamde failed break. Dan heb je de derde variant. Dat is de top naar beneden en dan net geen nieuwe high. We noemen dat een market low nummer 4, een ML4. En dan heb je de vierde. Dat is, die zet ik even hier neer. Een top, een reactie, een lagere top en dan naar beneden. Dus drie van de vier kennen dus feitelijk een eerste impuls. Daar weten we nog niet of de top echt gezet is. En vervolgens een reactie omhoog. En die reactie omhoog, die bepaalt feitelijk het topvormingsproces. Met andere woorden, als wij dus nu even hier concreet kijken, we hebben dus nu de lopende dagcyclus, die lijkt dus nu in de laatste fase te zitten. En dit is een beetje het scenario wat ik mij kan voorstellen. We krijgen hier mogelijk misschien nog een dag of twee, misschien drie, wat druk op de koers. Vervolgens veer je hier op. En dan is het zaak, ga je hier inderdaad een hoge high maken? Of echt een lagere top? Of een bijna evenaring van de high? Of, laatste variant, gaan we gewoon keihard er doorheen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Oh, pardon. Maar dat lijkt mij wat minder waarschijnlijk. Waarom?
Omdat ik nog steeds ervan uitga dat wij hier in die 40-weeks cyclus, dat we hier niet gebodemd zijn. Dus dat dit hier niet de bodem is. En je ziet dat ook hier als we kijken naar de double stochastics, dus die de cyclusindicator aangeeft. Kijk, die is nog steeds aan het dalen. Als dit echt een bodem was met zo'n sterke bar omhoog, dan had hij nu een soort knik omhoog moeten geven. En we hadden natuurlijk al eerder gezegd, de locaties waar je een bodem ziet, kijk, dat zie je meestal hier onderin. Met andere woorden, ik ga ervan uit dat, totdat het tegendeel echt is bewezen, dat het topvormingsproces in die 40-week cyclus nog bezig is. En wat daar dus in zou passen, is inderdaad de variant dat wij hier bijvoorbeeld opveren en dat we dan een van de drie, hè, variant 2 of 3 of 4 krijgen van die topvormingsprocessen die ik net heb genoemd. En dat we dan bijvoorbeeld naar beneden zouden kunnen gaan. Maar nogmaals, het is heel simpel. Dit is een scenario aan de hand van het mogelijke cyclusbeeld, ervan uitgaande dat die top of dat die bodem nog niet gezet is. Wat nu als ik ernaast zit? Nou, dat is geen enkel probleem, want we handelen op basis van price action. En dat betekent dus concreet betekent dit, de huidige trend is up. Dus het is kopen op zwakte. Wanneer zien we zwakte? Nou, we zien zwakte nu, want wij zitten in het, zeg maar, in het dalende venster van de dagcyclus. Dus op het moment dat we feitelijk nog iets verder gaan en dan hier een omkeerbar zien, of bijvoorbeeld een bottoming tailbar, zoiets. Dit soort omkeerpatronen, zeg maar. Dit willen we zien. En dan het liefste ook nog hier rond die 28.800. Dat betekent dat het een korte termijn long trade is. Die long trade, die kan misschien maar een 2-3 dagen duren als je pech hebt. Mogelijk dat we zelfs daarna weer een nieuwe high zien. Maar vooralsnog is het dus buy the dips, dus kopen op zwakte, omdat het trendbeeld nog steeds positief is. En dat staat helemaal los van het cyclusbeeld. Alleen we moeten even een beetje vooruit denken. We zitten nu in een fase van de cyclus, ja, waar de longs zeer waarschijnlijk wat korter duren dan normaal gesproken. En dat betekent dat we dus alert op moeten zijn op het moment dat we inderdaad hier bijvoorbeeld zo'n long signaal, ik markeer het even als een plusje, zouden krijgen. Dat je dan niet moet zeggen, ja, mijn allereerste koersdoel waar ik winst neem is een nieuwe high. Dus dat ligt zeg maar op 30.000. Want dan zeg je eigenlijk van, ik ga ervan uit dat de koers een nieuwe top gaat zetten. Dat kan, maar als we echt met die topvorming bezig zijn, dan zijn er dus twee scenario's van de vier waar we dus net geen nieuwe top maken. Dus moet je bijvoorbeeld je koersdoel al iets krapper zetten. Nou, dat zijn die overwegingen waar je dat soort scenario's meeneemt. En als we dan inderdaad het scenario zouden zien uitkomen, dus stel we krijgen een lagere high en we krijgen een omkeerbar en we gaan daarna, laat de markt echt een verandering zien van, hè, van het gedrag. Dus nu is het duidelijk omhoog, maar stel we krijgen dan echt een shift. Hè, dus dit soort barres die ik hier even inteken, twee van die hele dikke rode barres. Dat je echt ziet, marktpartijen zijn nu aan het veranderen van kopen naar verkopen. Kijk, dan past het ook weer in dat plaatje wat we hier rechts hadden in die tweeweekse bar. Want elke bar is dus twee weken. Dat we dan echt in die laatste fase van die cyclus bezig zijn. En dat je misschien in december nog wel eens een hele zwakke maand zou kunnen krijgen. En dat kan, hè, want normaal is december een relatief goede beursmaand. Maar we weten ook, ik dacht een 2 jaar of 3 jaar geleden, moet ik even schuldig blijven, hadden we in december ook een hele slechte beursmaand. We kunnen het even kijken wanneer dat was. December. Toen gingen we, ja hier, kijk dat was hier, dat was in 2018.
Ja, dat was in 2018. Toen ging die daling inzetten, zeg maar in oktober. En we gingen bodemen met kerst zo'n beetje in de US. En toen hadden we de slechtste decembermaand, ik geloof in 25 of 30 jaar. Nou, dat kan. En ik ga er dus nog steeds van uit dat wij hier met topvorming bezig zijn in die genoemde cyclus, omdat we dus hier gewoon nog niet in die zone zitten. En we gewoon in 9 van de 10 gevallen dat er zo'n bodem is, hè. Ik markeer die gewoon nog even. Kijk, hier zien we gewoon 4 bodems, dat we dan elke keer zien dat die cyclusindicator gewoon onderin staat. En nu staat hij dat niet. Hij is zeg maar halverwege, iets onder de helft. Ja, niets wijst er gewoon op dat dit echt de bodem is. En nogmaals, het wil niet zeggen dat het niet kan. Het probleem is alleen, als dit de 40-weekse bodem is, dan zouden we A, een korte cyclus hebben. Nou, dat kan, maar dan weten we eigenlijk pas over misschien over een 1,5 of 2 maanden dat dit echt de bodem is. Op het moment dat die indicator met dat lagging-effect uiteindelijk naijlt. Maar dan weten we ook, dit is die ene van de 10 gevallen waar die dus duidelijk afwijkt van het normale patroon. En als trader kijken we niet naar die 1 van de 10, maar dan kijken we naar die 9 van de 10. Vandaar dat ik aan dat scenario nog steeds in principe vasthoud. Maar ik zeg er ook voor de duidelijkheid bij, de price action bepaalt feitelijk welke trades je pakt. Ergo, het is volgens nog is het buying the dips. En dan moeten we kijken of we hier inderdaad lagere toppen hebben, of een evenaring van de toppen, of een failed break aan de bovenkant, of dat het gewoon verder omhoog gaat. Maar op het moment dat je dan hier inderdaad op die dagcyclusbodem een omkeerbar krijgt en je zit long, en we zouden nieuwe highs maken, ja, dan is dat alleen maar prettig. Dus dat maakt dan voor de rest natuurlijk niet uit dat het scenario dan zeg maar niet geheel zou uitkomen. En dus het scenario bepaalt zeg maar een beetje de context, maar de invulling daarvan, die gaan we met price action bepalen. Goed, dan de Nasdaq. De Nasdaq is ja, ook gelijk gebleven, min of meer. Kijk, dit is vrijdag, donderdag, woensdag. Kijk, die lijn, zeg maar de slotkoers van vrijdag en de slotkoers nu, zijn een fractie naar beneden gegaan. Maar het heeft allemaal niet zo heel veel te betekenen. Ook hier zien we dat we, kijk, dit is de cyclus hier, dat de cyclus in de laatste fase zit. Maar dit is ja, op zich een beetje rare cyclus, want de cyclustop hier is gezet op bouwnummertje 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan zou je zeggen, ja, het is een zwakke cyclus, want als de top al vroeg komt, dan zie je meestal dat we daarna wat forse dalen. Maar je ziet eigenlijk, ja, wat daarna gebeurt is, nou, eigenlijk gewoon redelijk neutraal. Wil niet zeggen dat het nu natuurlijk niet kan dalen. Het zou bij wijze van spreken volgende week die kant op kunnen, want we hebben nog ruimte naar beneden. En je ziet dat hier, die double stochastics, hier zit nog ruimte en ook qua telling. In principe zou het kunnen zijn dat die dagcyclus zelfs nog 5 dagen gaat dalen en dat we misschien volgende week gewoon lager staan. Dus longs bekijk ik pas op het moment dat ik echt zie dat die indicator hier echt onderin zit en we hebben een duidelijke omkeerdag. Nou, dat is nog niet hier aan de orde. Maar ja, het plaatje is eigenlijk redelijk neutraal. En wat ook opvalt, en dat heb ik ook eerder al genoemd in een andere vlog, is dat we hier het beeld krijgen van zogenaamde contractie. Dus je ziet dat die swings, die worden steeds kleiner. En die contractie betekent dat je uiteindelijk een grotere richting weer gaat kiezen. Dat kan die kant op zijn en dat kan die kant op zijn. Maar contractie gaat altijd vooraf aan expansie. Maar die contractie kan ook nog heel eventjes wat duren. Maar dat is een waarneming. Dus de Nasdaq maakt nu steeds kleinere bewegingen. Maar uiteindelijk zal dat ook weer leiden tot een forse beweging, of omhoog of omlaag. Dat moeten we dan tegen die tijd natuurlijk zien. Maar ook hier ga ik ervan uit dat wij nog steeds
in navolging van de andere indices met niet met de, of de bodem niet hebben gezien, zo moet ik het zeggen. Verschil is wel dat we hier in die double stochastics, kijk, zijn we wel beneden geweest. Kijk, bij al die bodems hier, al die cyclusbodems, is die indicator beneden geweest. En ook hier, als dit de cyclusbodem zou geweest zijn, dan zitten we hier inderdaad ook onderin. Dus dat is de enige beurs waar dit wel het geval is. Maar wat ook opvalt, kijk eens naar de positie van de koers ten opzichte van de EMA 20, die groene lijn. Elke keer zitten we eronder of erop. Als dit de bodem is hier, dan zitten we er toch behoorlijk een stukje boven. Dit is ook een situatie die dus niet normaal is. Dus normaal zie je een cyclusbodem van zo'n 40 week cyclus, zie je minima rond die groene lijn liggen. Of eronder en zeker niet een heel stuk erboven. Dus als je zegt de bodem is al gezet, het zou kunnen, maar het is als je puur kijkt naar het beeld wat het normaal gesproken is in 90 van de 100 eerdere gevallen, dan lijkt het er totaal niet op. Vandaar dat ik het in principe ook pas ga geloven op het moment dat ik het echt duidelijk zie. En dan weet je, dan is het natuurlijk altijd te laat, want de bodem zie je dan pas op het moment dat de indicatoren hier echt weer gedraaid zijn en dan zijn we een aantal weken verder. Maar nogmaals, dat is geen probleem, omdat wij de trade-bepaling puur invullen met price action. En dat betekent dus ook hier hetzelfde verhaal als dit de cyclusbodem is. Wat we in principe willen afwachten is, waar wordt die bodem dan gezet en wat interessant is dan de beweging daarna. Als we inderdaad als dit nog topvorming is, dan zal op een bepaald moment een dagcyclus, want dat is dan maar de kleinste cyclus dan, die zal op een bepaald moment zogenaamde left translation laten zien. Dus ik teken het even in. Dus stel, dit is de huidige cyclus, we gaan op een bepaald moment bodemen hier en we gaan dan een nieuwe cyclus beginnen. Die zal op een bepaald moment, die heeft een lengte van gemiddeld 20 dagen, op een bepaald moment zal die een relatief vroege top laten zien en dan een agressieve daling inzetten. Nou, dat beeld, dus vroege top en een agressieve daling, zeg maar à la dit verschijnsel wat ik hier inteken links, dit willen we zien als bevestiging van dit scenario van die topvorming in de 40-week cyclus. En dat zou in principe in 2 of 3 weken kunnen gebeuren als het scenario zich zo ontvouwt. Maar dat moeten we dus gaan bepalen aan de hand van price action. Voor de Nasdaq zelf ben ik niet zo aan de longkant aan het kijken. Bij de Dow dus wel. Dus als de Dow die dagcyclusbodem zet, dan durf ik daar gerust nog een paar dagen aan de longkant. Ze zitten hier wat minder. Waarom? Omdat we hier eigenlijk gewoon zien dat we in een soort trading range zitten. En in een trading range is het over het algemeen heel lastig te traden. De enige twee plekken in een trading range waar je eigenlijk goede trades maakt, dat is aan de onderkant of aan de bovenkant. Want het natuurlijke koersdoel in een trading range is altijd zo'n beetje de helft. En in dit geval is dit ook het kritieke niveau rond die 11.600. En kijk, je ziet op het moment dat je een onderkant koopt, dan heb je een aardig potentieel naar boven. Ga je short aan de bovenkant, heb je een aardig potentieel naar beneden. Maar stel, je zou hier ergens kopen rond 12.000. Ja, kijk, wat is dan jouw upside? Is net zo groot als je downside. Dat is gewoon niet echt interessant. Dus dit is een trading range. In een trading range vind ik het alleen op de extreme grenzen dus interessant om daar wat te doen. Maar ik hou hier uiteraard het scenario wat we hebben besproken natuurlijk scherp in de gaten. Goed, dan gaan we naar de Russell. De Russell is dan wel weer zo'n index die je nog steeds aan de longkant kunt traden. Waarom? Omdat we hier nog steeds een gestage uptrend zien. Die Nasdaq die zat zeg maar in zo'n range. En je ziet dat de Russell dat die duidelijk nog in een opwaartse trend zit.
Je ziet hier die opwaarts, die voortschrijdende gemiddelden zijn gewoon opwaarts. En we zien dat natuurlijk ook in die tiendaagse. Dus elke bar is hier 2 weken aan de rechterkant. Ook hier zie je, kijk, dit zijn die, de positie van de cyclusbodems. Hier, hier, hier en hier. En dit is waar we nu staan. Ja, het ziet er niet uit dat dit een bodem is geweest. Het zou kunnen, maar zoals gezegd, dan is het dus een van die bijzondere gevallen die we gewoon niet kunnen herkennen als het zich gaat voordoen. Dus ik ga ook hier weer vanuit dat we met topvorming bezig zijn. En die topvorming moet zich dan weer op dezelfde manier uiten. Namelijk, we zitten ook hier nu in de latere fase van de dagcyclus en bewegen naar beneden. En dan vervolgens een of andere zwakke variant van de cyclus. Om dan vervolgens dit te gaan doen. Dus we weten wat we gaan zoeken voor de invulling, zeg maar, van het topscenario, om het maar zo te zeggen. Maar voor die tijd is het heel simpel. Stel dat we hier in de Russell wat gaan dalen en vervolgens een bodem zetten. De eerste beweging kun je in principe nog van de longkant handelen. Maar hou de stopstand strak, hou koersdoelen strak. Want we zitten A in een latere cyclusfase en B, en dat staat helemaal los van de cyclus. Kijk eens waar je hier staat ten opzichte van de EMA 20 en de EMA 200. Kijk, en we weten elke keer als je er ver boven staat, dan komt die koers weer een keer terug. Kijk, en als je zegt, ja, dat wil ik eens even zien, kijk. Gewoon dit even laten zien, elke keer als je er ver boven staat, of er ver onderen, dat is van beide kanten. Als je er ver boven staat, dan kom je weer terug naar het EMA 20. Zie je? En we staan er nu weer behoorlijk ver boven. Dat wil niet zeggen dat het niet nog een week of twee of wat dan ook verder kan. Dat kan altijd, maar dit is niet een plek waar je onbekommerd, denk ik, op nieuwe highs gaat kopen met de intentie om dit aan te houden zonder dat je het risico loopt in een mogelijk forse tussentijdse correctie terecht te komen. En datzelfde beeld zien we ook op de korte termijn. Kijk, ook hier zie je, dit is de afstand hier ten opzichte van de EMA 20. Nou, je ziet, dit zijn gewoon geen goede plekken voor een longpositie. Je wilt long gaan in een opwaartse trend. Idealiter, dat hangt natuurlijk dan af van je timeframe, in de dag of in de langere, maar rond of iets onder de stijgende EMA 20. Daar wil je in principe een long trade plaatsen. Op het moment dat je er ver boven long gaat, dan loop je gewoon ja, meestal in een soort valkuil, dat het misschien nog heel eventjes doorschiet en dan krijg je de normale, natuurlijke correctie richting dat gemiddelde. Dus de Russell is voor mij in principe vooralsnog een long beurs, maar op zwakte. En dit is momenteel geen zwakte, dus ik wil hier in principe, zou ik hier een pullback willen zien, dan die bodem, een omkeerbar, en dan vervolgens, ja, ben ik bereid om hier voor een paar dagen long te gaan, om dan te kijken hoe het scenario van die topvormen zich hier gaat ontvouwen. Goed, even de fix checken, de angstmeter, zeg maar. Ja, ook niet heel veel nieuws. Kijk, dit is de laatste week. Wat wel opvalt, en ik kan het even iets groter maken. Wat opvalt is dat de fix wel elke keer op dit belangrijke niveau hier, zeg maar die 22 zo'n beetje, elke keer opveert. Kijk, je ziet ook hier, elke uitschieter naar beneden leidt weer tot een stijging. Dus er zit gewoon, de fix zit op een beduidend hoger niveau dan, zeg maar, voor februari. En ondanks dat de beurzen tegen all-time highs aanzitten, zitten wij gewoon een tiental punten hoger.
En dus daar zit een soort angst toch onderliggend in de markt. Want dit bepaalt de premie van opties. En beurspartijen willen dus wel zaken doen, maar hebben dus meer risicopremie eigenlijk ingebouwd. Waarom? Omdat ze dus risico zien. En dat vertaalt zich dus hier in die VIX. En opvallend is dat we hier elke keer, dus natuurlijk ga je weer een implosie zien. Nou, dat is de aard van de VIX. Hij gaat rap omhoog en ook weer net zo rap omlaag. Maar je ziet hier dat hij vervolgens niet verder daalt. Terwijl het eigenlijk een hele rustige beursweek is geweest. En dat is voor mij nog steeds een teken dat ja, er kan nog steeds het een en ander gebeuren. En het zou mij dus niet verbazen als die VIX uiteindelijk gewoon weer deze beweging gaat instaan. Of je moet zien dat de VIX dus nu echt duidelijk hier onder dat niveau komt. Dus als we echt onder dat niveau komen, dan zou dat een teken zijn dat de markt echt gewoon, of dat het risico niet langer wordt ingeprijsd. En dan kun je weer eigenlijk terug in de range 10, 15 zo'n beetje, waar we natuurlijk al die tijd daarvoor zitten in hebben bewogen. Maar ja, je ziet hier gewoon elke keer die spike los. Rond de 22,5, 22, iets onder de 22. Elke keer veert die VIX dan weer op. Dus ik moet het nog even zien. Pas als we hier echt duidelijk onder komen, een aantal sessies, dan geloof ik wel dat de risicoperceptie eruit is. Maar hier zou ik zeggen, eerst zien en dan geloven. Goed, de DAX. Ja, eigenlijk hetzelfde beeld als vorige week. Ik hoef je eigenlijk niets aan toe te voegen. Waarom niet? Kijk eens even. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de actie geweest van. Nee, dit is de actie geweest. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de slotkoers van vorige week. Dit is de range geweest waar wij in zaten. Uitermate weinig volatility. Extreem weinig. En kijk eens even waar we dat ook hadden. Kijk eens even bijvoorbeeld hier. Dus contractie leidt expansie in. Dit is contractie. Dit is expansie. Dus het zou zonder meer kunnen zijn dat we deze week, misschien begin van de week, ik weet het niet, maar we zien hier natuurlijk nog in potentie dalingsruimte in de lopende dagcyclus, dat we hier misschien een 2, 3 dagen met deze actie zien. Dit is een duidelijke vorm van contractie en wordt dus meestal gevolgd door expansie. En als je dat optelt met de positie van de dagcyclus, dan zou die hier nog wat neerwaartse ruimte hebben. Maar dat betekent dus dat stel je wilt short posities aangaan, moet je A heel erg opletten, want de trend is gewoon duidelijk opwaarts. Kijk, dit is een hele sterke impuls. Dus je gaat tegen die impuls ga je in. Dan moet je die al intraday timen. Maar wat je dan in de gaten wil houden is eigenlijk dat deze lows hier, zeg maar rond 13.050 zo'n beetje, dat die worden gebroken. Als dat het geval is, dan zou je inderdaad even een soort sell-off kunnen zien. Misschien zeg maar tot dit niveau, 12,6, waar we dan mogelijk die dagcyclusbodem gaan hebben. Maar dat is niet echt swing trading, want dan zit je al op intraswing. Dus je probeert het op intraday te timen. Dan moet je al veel dichter op de markt zitten. Maar wat me hier heel erg opvalt, is gewoon ja, het totale gebrek eigenlijk aan beweging. En dat leidt meestal een wat grotere beweging in. En gezien de cyclus zou ik zeggen dat ja, de meest waarschijnlijke richting deze kant op is. Maar zoals gezegd, je wilt bevestiging hebben dat de markt onder dit niveau komt. Dus onder die 13.050 zo'n beetje. Ook hier hetzelfde verhaal met de cyclus. Dit is een hele sterke omkeerbar, die groene bar. Het kan dus de bodem geweest zijn. Dat is zeer wel mogelijk. Alleen hier zie je die knik van die double stochastics. En normaal gesproken zie je dat 9 van de 10 bodems hier onderin vallen.
Dus als dit de bodem is, dan ik kan er niks mee. In zoverre, ik kan er niks mee met de ziektesherkenning. Dat moeten we dan pas later vaststellen. Maar we hebben gelukkig gewoon de price action die ons in de trade zet. En op dit moment zit ik dus hier op twee varianten. A, voor hele korte trades zit dus te kijken naar een short, maar dan echt timen intraday. Dus onder die, zeg maar, die 13.000, 13.15, 13.50 met, zeg maar, koers tot zo'n beetje 12.6 of misschien meer. Maar we moeten echt uitbreken, want op het moment dat je aan de bovenkant uitbreekt, dan kun je zomaar weer nieuwe highs krijgen. Dat is één. En daarna weer hetzelfde scenario. Stel, we krijgen deze beweging en dan weer topvorming. En bijvoorbeeld hier afwijzing van de highs. En die top is inderdaad nog in de fase dat die gezet is. Dan geldt hetzelfde verhaal als voor de Amerikaanse beurzen. Dan zou je nog wel eens in een nogal volatiele decembermaand terecht kunnen komen. Goed, ten slotte dan het goud. Daar hadden we natuurlijk deze monsterbar gezien. Dat was die maandag dat het vaccin bekendgemaakt werd gemaakt van Pfizer. En nou, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Ik zal even die grafiek iets wat meer comprimeren. Kijk, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Dat we eerst hier netjes uitbraken en vervolgens worden de longs hier uitgestopt. En dat in principe het scenario nu bearish is. Want je moest kijken, deze grote bar hier. Daar heb ik vorige keer uitgebreid verteld. Wat doet die? Die veegt eigenlijk alles hier in één keer weg. Dus iedereen die hier long zat, die zit in één keer op verlies. En normaal gesproken zie je, als je de marktstructuur krijgt, dat een pullback leidt tot nieuwe lows. Nou, we hebben die pullback gehad. En we hebben ook de lows getest, maar nu is het in principe zaak dat we of gewoon een keer doorzetten. Hè, want kijk even wat hier ligt. Er liggen hier een aantal niveaus, zeg maar rond die 1860, hè, plus minus $10. Deze swing low, hier, deze en nu deze weer. Kijk, normaal gesproken verwacht je na zo'n grote bar, verwacht je gewoon een pullback en dan vervolgens dat dit niveau hier, dat nu een aantal keer getest is, dat dit wordt gebroken. En als dit wordt gebroken, dan zou je zeggen, dan ligt het volgende koers toe zo'n beetje op 1800, 1750. Nou, dus dat, daar zou ik zeggen, gezien het price action beeld, is dit het meest waarschijnlijke scenario. En als we dan kijken naar de lange cyclus, en hier kijk ik ook even naar de 40 weeks. Kijk, dan kun je hier ook die cycles intekenen. En dan is het heel goed mogelijk dat we dus hier, kijk, we zitten in die bodemfase, dat we hier ook een cyclusbodem gaan krijgen en dat die bodem dus, dat goud misschien rond die 1750 gaat uitbodemen. Dat zou dan iets onder het oplopende EMA 20 zijn. Dus een mooie trend volgende bodem. Dus dat we nu, zeg maar, nog een sell-off krijgen, dus dat we hier onder die genoemde niveaus op dagbasis komen, dat we misschien nog een week of twee naar beneden gaan en dat we dan hier in deze range tussen 1750 en 1800 gaan stabiliseren. En als we daar dan een mooie omkeerdag hebben of een aantal omkeerdagen in de dag, dat zou een interessante positie voor het goud kunnen opleveren aan de longkant. En dan heb je volgens mij ook, dan moet ik heel eventjes kijken uit mijn hoofd. Kijk, ik zal jullie even laten zien wat ik nu aan het doen ben. Ik moet dat eventjes deze even weghalen. Kijk, dit is, dan zouden we ook hier wat we noemen een ABCD-correctie hebben. Dus dit is een zogenaamde ABCD. Dus de eerste beweging naar beneden. Dan komt een kleine tussenbeweging en dan heb je een even grote tweede beweging naar beneden. We noemen dat een complexe correctie. We hebben er ook wel eens over gehad. In een opwaartse trend zie je twee soorten correcties. Je ziet de eenvoudige, die lopen gewoon zo. En je ziet complexe, die bestaan dus uit zo'n ABCD of AB. A, B is de counterbeweging en C-beweging. En je ziet hier regelmatig dat die tweede golf hetzelfde is als de eerste golf.
En dat betekent, dan zou je zeg maar ongeveer rond 1750 uitkomen. Nou, dat is rond dit niveau. Dus dat zou in principe kunnen. Dus er past qua structuur past alles in elkaar. Op het moment dat je hier nu onder die steun gaat zakken. Wat nu als dat niet het geval is? Hè? Stel, we zakken dus niet onder dat niveau. Want we moeten ook even kijken. Dit niveau is nu een aantal keren elke keer opgeveerd. Het wordt steeds zwakker, want het wordt elke keer getest. En normaal gesproken zie je dat dat niveau gaat bezwijken. Maar stel nou dat dat niet het geval is. Dat dus de markt, probeer je even te verplaatsen in andere marktpartijen. De markt probeert elke keer weer dat niveau rond 1850 te breken. Elke keer lukt dat niet. Nou, dan is dus blijkbaar, de verkopers zijn dus zo zwak, dat ze na een aantal aanlopen de markt niet nagekrijgen. En dat is bullish. Dus als het de markt nu weer niet lukt om in de komende week, of misschien de week daarna, dat niveau uit te nemen en zeg maar richting die 1750 te dalen, en we zouden weer terugbreken boven die 1900 hier. Kijk, dan heb je volgens mij een koopsignaal te pakken. Waarom? Dan heb je zoveel slecht nieuws. Je hebt hier die diverse swing lows die niet worden gebroken. We hebben deze joekel van een rode bar die niet tot een follow-up leidt, tot een follow-through, dus een vervolg. En vervolgens breek je hier uit, dan heb je wat we noemen een 1, 2, 3 formatie, dus een trendomkeer formatie. Oh, dus de 3, dus 1, 2, 3. Dus dan zou je dit hebben. Dan ga ik dus een nieuwe poging wagen om aan de longkant te zitten. Dus even concreet voor het goud. Ik ga er in principe vanuit dat wij deze kant op gaan. Dus onder dat niveau ga ik in principe short met als wel krap houden. Met als koers zoals zeg maar 1750. Dus dat is een trade die niet wekenlang hoeft te duren. Want we zitten hier in die bodemfase in potentie. Als die daling er niet komt. En we komen boven de 1900 op slotbasis. Dan ga ik hier proberen met een eerste kleine positie aan de longkant. En dan wil ik kijken in hoeverre we een pullback hebben die tot een hogere low lijkt. En dat we dan deze beweging op kunnen inzetten. Want dan is blijkbaar ook dit bodemvormingsproces afgesloten. En dat betekent dat je dan zeg maar weer richting die 2100 zou kunnen. Dus hier liggen denk ik de referentiepunten heel duidelijk. De strategie is hier ook heel duidelijk afgebakend. En dat kunnen we dan heel mooi invullen. Goed, alles is weer gezegd. We gaan de beurzen in de gaten houden. In principe ga ik ervan uit dat we mogelijk het begin van de week nog iets bearish kunnen zijn vanwege die dagcyclus die dus nog niet afgerond lijkt te zijn. En dan moeten we kijken in hoeverre we daar een buy in the dips scenario hebben, dus een duidelijke omkeerbar. En dan moeten we kijken wat die nieuwe dagcyclus gaat doen. Of die inderdaad zo het scenario gaat invullen zoals we hebben geschetst. Dus we weten precies waar we op zoek naar zijn. En we gaan volgende week verder. Tot dan.